Ik was dus 25 toen de watersnood kwam. Toen kreeg ik een oproep om te komen helpen bij het dichten van de dijken. Ik heb in West-Brabant geholpen met het vullen van zakken zand. Samen met een grote groep oud-militairen. Dat verliep allemaal wat chaotisch, moet ik zeggen. Toen ik weer thuis kwam, toen waren daar de eerste evacuees uit, in mijn geval, uit Zierikzee. De familie van Beb Kwant. Ja, dat klikte eigenlijk direct, want Beb Kwant is een meid met een gouden hart. Hele goede familie, waardevolle familie. Er waren allerlei acties van de NCRV, van Johan Bodegraven. Toen heb ik daar de lepeltjesactie georganiseerd. Ik ben naar de solarfabrieken geweest. Daar heb ik het idee gelanceerd. Ik wil een lepeltjesactie organiseren. En de opbrengst daarvan ten goede laten komen voor het rampenfonds. We schreven jongelingsverenigingen, vrouwenverenigingen, meisjesverenigingen, schreven wij aan om lepeltjes te gaan verkopen. En dat heeft een geweldig effect gehad, want ik denk dat wij 120.000 lepeltjes hebben verkocht. En op een gegeven moment, dat is ook uitgezonden voor de NCRV, was de actie van Johan Bodegraven, beurzen open, dijken dicht. En daar hebben wij in een tv-programma hebben wij het bedrag, het eerste bedrag, overhandigd. Ik weet dat niet precies meer, maar een eind over de 100.000 gulden, dat was toen natuurlijk toch een enorm bedrag. Maar het heeft natuurlijk ons ontzettend veel werk gekost. Maar toch ook heel veel vreugde en saamhorigheid. Want al die mensen die je adressen schreef, dat waren allemaal, was in de familie, mijn schoonouders, mijn schoonmoeder, mijn schoonzusters, die schreven die adressen. Zou ik ook kunnen zeggen, als de familie Kwant niet geëvacueerd, Beb Kwant, met name Beb Kwant, niet geëvacueerd was geweest in Utrecht, dan weet ik niet of wij zo'n actie hadden ondernomen. Ik denk het niet. Er is nooit iemand die gezegd heeft, nou Schouten, dat heb je maar hartelijk bedankt of zo. Nee, ja, iedereen was er zo bij betrokken. Het was de doodgewoonste zaak van de wereld dat je je ervoor inspande.